Nu we bijna aan het einde zijn gekomen van de paastijd, morgen is nog één mis, zaterdagochtend en dan Pinksteren, horen wij uit het laatste hoofdstuk van het Johannesevangelie, de laatste verschijning van Jezus. En daar stelt Jezus tot 3 keer toe dezelfde vraag aan Petrus. Petrus, heb je mij lief? En Petrus zegt tot 3 keer, ja, Heer, gij weet dat ik u bemin. Is Jezus soms doof dat hij dat 3 keer moet vragen? Maar na de wonderbare visvangst, als ze aan land zijn gekomen, waar deze vragen worden gesteld aan Petrus, is dat bij een houtskoolvuur. En dan heeft Johannes dat detail niet voor niets genoemd. Bij een houtskoolvuur. Daar heeft Petrus tot 3 maal toegezegd, ik ken die man niet. Nu tot 3 keer toe krijgt Petrus de kans om te zeggen, Heer, gij weet alles, gij weet dat ik u bemin. Dan wordt Petrus aangesteld als plaatsbekleder van Jezus op aarde. Hoed mijn schapen, wijd mijn lammeren. Jezus vertrouwt de mens aan hem toe. Petrus, is hij dit waardig? Nee. Hoe was Jezus Petrus geloof? Hij had grote woorden. Al zal iedereen u verlaten, ik zeker nooit. Maar hij was de eerste van de anderen na Judas die hem verraden had. De eerste die hem zou verloochenen tot 3 keer toe. En toch, als Jezus Petrus spreekt, dan begint hem niet te vragen, Petrus, kun je me je cv laten zien? Je curriculum vitae? Kun je eens laten zien wat je allemaal hebt gedaan of wat je hebt gestudeerd? Jezus vraagt het niet. Petrus, heb je een plan voor de komende pakweg 2.000-3.000 jaar? Petrus, hoe wil je dit gaan aanpakken? Ga uit over de hele wereld. Hij vraagt het allemaal niet. Hij vraagt zelfs niet, Petrus, ben je perfect? De geknipte man voor deze job. Maar heel fijntjes wijst Jezus hem erop dat hij niet geschikt is. Tot 3 maal toe heeft Petrus laten weten dat zijn geloof in Jezus ontoereikend is. Dat zijn liefde ontoereikend is. Dat Jezus niet op hem kan vertrouwen. U kent wellicht de afbeelding van de barmhartige Jezus. De Jezus die verschijnt, verschenen is aan zuster Faustina, een beeldenis die over de hele wereld verspreid is, met eronder die prachtige woorden, Jezus, ik vertrouw op u. Soms heb ik de neiging om dat met potlood onder te zetten, maar Jezus, vertrouw niet op mij, want ik ben maar een zwakke mens. En dat is wat Petrus uitdrukt als hij bij de derde vraag bedroefd wordt. Want hij wordt bedroefd omdat hij zijn zwakheid kent. Hij kent zijn geschiedenis. Hij weet dat hij maar een zwakke kleine mens is. En toch zegt hij dan, Heer, gij weet alles, maar gij weet ook dat ik u bemin. Als Jezus vervolgens als laatste woorden bijna, morgen komt het allerlaatste stukje, maar als bijna laatste woorden dan tegen Petrus zegt, volg mij, dan voegt hij daar wel iets aan toe. En dat is, toen ge jong waardeer, deed ge zelf uw gordel om en ging waarin ge wilde, maar wanneer ge oud zijt, zult ge uw handen uitstrekken. Een ander zal u omgorden en u brengen waarin ge niet wilt. En hiermee zinspeelde hij op de dood, waarmee hij God zou verheerlijken. Uiteindelijk zal Petrus naar Rome gaan. En ook daar is weer zo'n moment waar de menselijke natuur van Petrus het even lijkt te winnen. Als hij tijdens de vervolging vlucht uit Rome en dan, volgens de legende, buiten Rome Jezus tegenkomt. Die hem zegt, Quo vadis? Waar ga je heen? En als Petrus de dialoog met Jezus aangaat, zegt Jezus, ik ga naar Rome om opnieuw gekruisigd te worden. En Petrus draait zich om
en hij zal gekruisigd worden op de plaats die nu het Sint-Pietersplein is voor de basiliek. Zijn liefde voor Jezus was blijkbaar toch groot genoeg, maar niet uit zichzelf, maar omdat God hem de geest gaf die daarvoor nodig is. Vragen wij om die geest, om Jezus te beminnen en hem te volgen, door de dood heen tot het eeuwig leven.